Wassenaar, 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 Wassenaar. Het gaat niet zo lekker met onze jongens op het EK. Wat staat ons als Nederland te doen? Dat hele land moet oranje. Ik kom hier in Wassenaar en er hangt helemaal niks. Geen ene fucking vlag. Wat heb ik gedaan? Ik heb een vrachtwagenlading met vlaggen gekocht en oranje zullen ze gaan. Hallo! Toeter uit de laag, want we gaan naar het EK met Mark van Bommel en Van der Vaart. Wesley Sneijder aan de bal, winnen we van Portugal. We vegen ze toch fantastisch. Ja, moet het toch van houden. Gaat er echt geen man meer in. Hij gooit de hele boel op slot. Stiek een eind lopen in een groot huisje. Als een trein, we winnen keihard elke pot. Dit wordt een divers en niet alleen tegen Spanje. All dressed in. Volgens mij niks meer aan doen. Hè? Hem klaar voor DK. We spelen technisch overzichtelijk, beheersen ze. Ja, in je oog voor Nederland. Dag meneer. Dan denk ik dat we het huis even moeten versieren, of niet? Je mag best even het huis versieren. Ja, in je oog voor Nederland. Maar u hoeft er niet zo boos tegen mij te doen. Ik vind het brutaal als je zo mijn terrein oploopt. Maar ik heb gewoon bij u aangebeld. Ja, doe dat meteen. En daar moet u niet aan zitten. Die mevrouw, die net zo lelijk tegen mij deed, die woont dus hier achter mij. Gelukkig reden zij net weg. Nou, wat zouden wij nou het beste met onze tijd kunnen doen? Deutschland spielt wie immer volle. Sami, Götze und Schweini. Özil auf Poldi zu Gomez. Nou, dat is toch fantastisch dit. Ik weet zeker dat die vieze, gore verraadster er wel blij mee is. Je hebt een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan wat Wassenaar nodig heeft. Hè? Dat is uitstekend. Dankjewel. Nou, u ook bedankt. Dag meneer. En dit is nou precies wat ik bedoel. Kijk Nederland, kijk Wassenaar, zo kan uw straat er ook uitzien. En dat zien niet alleen ik, niet alleen jullie, dat zien ook die jongens in Polen. En dat is wat ze nu nodig hebben. Net dat steuntje in de rug. Hoppa, daar gaan we. Hoezee, hoezee, hoezee. Ja, dit ja.